De evenement is een initiatief van het landschap Huizen Almelo in samenwerking met een paar andere organisaties hier in Almelo. Die in drie jaar geleden gezegd hebben wij moeten proberen een verbinding te maken tussen de burgers van Almelo en het buitengebied dat in bezit is van de graaf van Almelo. En hoe kun je dat beter doen? Door de mensen ook in het buitengebied te halen en een sportieve en een actieve evenement te organiseren. En dat is uiteindelijk geworden Almelo alleen. En dat is natuurlijk, daar is die hele kleine Kilo Damel van Marathon Pim O'Leer. Daar heb je met nummer 210 is 2 jaar doen. Hardoen! Ze zijn weg. En dat is goed, hè. Veel succes, atleten! Nou, vanmiddag hier ligt het accent op het hardlopen in diverse afstanden, 5 kilometer, 10 kilometer, 21 kilometer. Met nog leuker bijkomende evenementen of lopen die erbij zijn voor de bedrijven, voor de horeca en voor de serviceclubs. Verder start straks het wandelen hier in het buitengebied van Almelo en inmiddels zijn ook de fietsers vertrokken, maar die zijn vertrokken vanaf het waterschapsgebouw. De bedoeling is dat uiteindelijk hier op het mooie evenementenplein, op de ijsbaan van Almelo, alle deelnemers van vandaag elkaar weer treffen. We mogen voor de tweede keer in successie en dat is 16-14. Met andere woorden, hij is 15 seconden sneller dan 2 jaar geleden. Hij is een jaar in training geweest. Ah, Gerritsen, wat mooi is dat jongen. Als jij zo binnenkomt, Remco Gerritsen, hij loopt 16-26. Gevolgd door de man die natuurlijk heel scherp loopt. En dat is Daan Schout hoor, in die 17-17. Van de 10 kilometer bij de dames, Leonie Brumme als derde, Annette Werger als tweede en winnares Vanessa Norkeers. Een geweldig applaus voor dit podium. Vanmiddag een belangrijke prijs gewonnen. Kun je daar iets meer over vertellen? De Herman Krikka prijs. Ik ben daar zelf een beetje onbekend mee. Voor mij is het ook een beetje nieuw. Ik woon al best wel lang in Almelo, maar toch. Ik kreeg een telefoontje van Hilde dat het thema van dit jaar kunst in de openbare ruimte is. En mijn kunstwerk in de voetgangerstunnel op het station of in het station viel op. En ze vroeg of ik genomineerd mocht worden. Ik zei natuurlijk, dat is een grote eer. Mijn penseel is vooral fotografie en daar speel ik mee. Zowel met collages, soms schilder ik op de foto's. Dit werk bestaat vooral uit collagewerk van verschillende foto's. Dus ik heb water gefotografeerd, bloemen en mooie gebouwen of mooie plekjes binnen Almelo.
En die heb jij zodanig bewerkt dat ze iets extra's meekregen. Ja, dat klopt. Ja, dat was ook de opdracht. Ik heb de opdracht gekregen van de NS. En ze vroegen mij om een mooi fotowerk te maken van, voor de tunnel. Maar ja, criteria was, het moest over Almelo gaan, omdat het voor station Almelo is. Ik ben geboren in Peru. Mijn ouders, maar mijn moeder is van Peru, mijn vader is van Chili. En vandaar Vega Vargas. Dus ja, heel exotisch. Bij bedenken, ik sta stevig in mijn schoenen en ik wil graag mijn eigen pad. De conclusie wel, je gaat naar Eurospet, zoekt een vriendje in Averikhoek en het is opgelost. Ja, ik blijkbaar wel. Dus de uiteindelijke vraag is, waarom heb je voor Eurospet gekozen? Even voor een vriendje. Heel goed. Dus ja. Oké, leg uit. Ja, toen ik in de C of B zat, ben ik een paskie aan het blokkeren en toen bleef ik met mijn beul en dus met mijn tanden in het net hangen. En toen kwam ik beneden en toen hoorde ik iets achter de bank. Toen dacht ik dat er een inbreker binnen was. Dus toen liep ik heel rustig zo naar voren. Ik zei hallo en toen... Oh, ja. Sommige dingen moet je gewoon niet zeggen. En toen kwam er dus geen persoon achter die bank vandaan, maar zo'n hele grote vogel. Oh, wacht. Nog één keer. Zo'n ekst, hè? Ja, echt. Ik weet het. Dat was echt... En zo groot. Oké. Okay. Ja, dat was echt een plaatje. Groot. En toen ben ik keihard naar buiten gerend, maar mijn telefoon lag nog binnen, dus ik moest alweer terug. En toen, ja, maar iedereen was werken zo, alleen toen had ik mijn vriend gebeld of hij even die vogel kon komen vangen. Ik heb hiervoor bij Setup gespeeld in Omassen. En vond je het daar leuk om te spelen? En wat is jouw drive geweest om toch naar Eurospet te gaan? Ik heb daar een hele leuke tijd gehad, veel geleerd. En de drive om naar Eurospet te gaan is toch... Omdat ik hoop hier andere dingen te leren en me verder te ontwikkelen. Waar ben je ooit begonnen? Want jij bent de enige Almeloze in het team. Waar ben jij begonnen met volleyballen? Ik ben begonnen bij Aastad. En hoe oud was je toen je daar begon? Ik denk een jaar of 7, 8. En kan je je eerste trainers nog herinneren? Eerste trainers? Ik weet niet of het de eerste trainer is, maar wel in de minis wie mij getraind heeft. BH, heb jij de plezier voor het volleyballen geleerd? Kan dat? Ja, denk wel. Gewoon van de trainers en meiden om me heen altijd leuk. MAF 2016. Wat is er nu anders dan andere jaren? Er zijn een paar onderdelen zijn echt anders. Dat is onder andere de Hofkeshuis Experience. Er wordt het wandschildering van de Hofkeshuis is hier nagebouwd. Eigenlijk voor de eerste keer in Almelo dat het openbaar zichtbaar is voor iedereen. Er zijn jonge kunstenaars dit jaar die allemaal werken met ruimtes die ze invullen. Minder op het beeld zitten, dus minder zelfstandige beelden maken, maar meer hele ruimtes vullen. En er is dit jaar doet de Nacht van de Korte Film mee. De Nacht van de Korte Film is een collectief uit
Hengelo. En die brengen allemaal korte films. Talentvolle filmmakers uit Overijssel brengen ze hier aan de A. En we hebben een Helmoet Dick. Dat is een Amsterdamse kunstenaar. Oorsprong Duitsland komt hij vandaan. Die heeft een mooie verrassing gemaakt bij het Ledenhoerpark. Volgende week weer een nieuwe expositie in het torentje. En volgende week is er ook nog weer een nieuwe expositie van het torentje. Eentje van John Reinders, een Ammeloze kunstenaar. En we hebben nu een aantal Ammeloze kunstenaars achter elkaar. We hebben nog Helene Langkamp, die komt ook nog een keer. Dus dat torentje loopt ook de hele tijd nog door met de exposities. Els Schokker en Freek Wolter uit de Wondestraat vieren woensdag hun platina-bruiloft. Meer dan 100 ballonnen bliezen hun kinderen op. Platina is zeldzaam, zeiden ze. Er waren geen felicitatiekaarten te vinden met 70. Ze moesten de 70 zelf invullen. Wat is het geheim? 70 jaar getrouwd zijn. En ik zie nog steeds twee glunderende mensen... Nou, ik ben allemaal gelukkig. Allebei maar. Ja. De hele familie is gelukkig. Ja. Ik ben niet alleen nu uit. Ik ben allemaal naar hem gelukkig en gezond. Ja. Dat zijn allemaal kinderen. Maar loud afklap. Loud afklap. No. Maar ja, ik hoop dat het ook allemaal nog hem gezond, mijn vriend. Ja. Wie het ook is. Ja. Zo is het. En dat is het allervoornaamste. Ja. Dan heet ik u allemaal heel hartelijk welkom bij de opening van alweer de 60ste tentoonstelling van Stichting Indigo in de kunsthal van Hof 88. En met name heet ik welkom de familie van Jan Lohman, Fred Wagemans, Justus de Jong en familie en Leonie de Jong en Persheng Barzandegan, die hier vooraan zit, die ziet u ook nog, en haar familie. Ja, ik kom uit Kurdistan, Iran. Ik geboren in Sanandaj, Iran. En sinds 1988 woon ik hier in Nederland. Dit werk, dit is uw stijl? Dit is voor 1999, deze werk. Ja, die tijd was ik bezig met 2000 redenen om onze aarde te houden, om te goed zorgen voor. In uw geboorteland schilderde u daar ook al? Ik schilderde daar ook vanaf mijn kindertijd. Op 14e heb ik 13e tot 14e verschillende provincieprijzen gewonnen. En voor de eerste keer in 14e ben ik op tv scherp gekomen. Het hoofd van de Almeloze wijkcentra die Acres in Almelo beheert. Ja, we hadden vandaag een bijzondere dag, want 1 in ver bestaat 10 jaar in de wijk Kerkland in Aalderikshoek, samen de Wierdersehoek
En 10 jaar geleden, in september, is dat geopend. En dat is nu 10 jaar geleden. Ja. Nou, de strubbelingen van toentertijd hadden vooral te maken dat alle verschillende gebruikers die in één invet terecht zijn gekomen, hadden allemaal hun eigen gebouw. Maar die gebouwen waren eigenlijk afgeschreven. Dus er moest wat nieuws voorkomen. En toen heeft de gemeente besloten om één groot gebouw te maken, wat een soort brugfunctie moest gaan krijgen tussen de twee wijken Kerklanden en de Aalderingshoek. En we zijn nu 10 jaar verder. En nou ja, of dat het helemaal de brugfunctie heeft gekregen, dat weet ik niet. Maar er zijn wel heel veel partijen die in de wijk werkzaam zijn, die zijn hier samengekomen. Er zitten 3 wijkcentra in, of 3 scholen zitten erin. En nog een 4e school, het Palet, Peuterspeelzaal, een GGD. De wijkcentra zijn hier samengekomen. Scoop zit hier met kinderwerk, tienerwerk, jonge moederwerk, sociaal-cultureel werk. Dus heel veel verschillende partijen zitten hier in het gebouw die zoveel mogelijk met elkaar samenwerken. Ja. Want de activiteiten die hier nou zijn, die zullen hier de komende 10 jaar ook wel zijn, daar ben ik van overtuigd. Want we moeten met elkaar deze wijk maken en we maken met elkaar deze wijk. Mensen hier uit de wijk hebben al de ideeën bedacht om in die app te stoppen. En die zijn daar een half jaar mee bezig geweest. Dus voor hun een heel groot applaus. Maar ik kan van je houden. En vandaag hadden we een wijkmarkt, waar alle verschillende partijen die hier in het gebouw zijn zich konden presenteren. De modelbouwclub bijvoorbeeld heeft een groot zwembad neergezet waar ze met modelbouwbootjes rond gingen varen. De GGD was er met een standje. De schildersclub had een presentatie van schilderijen. We hadden een zanger uit de wijk. Voor kinderen was er een melkkoe en een springkussen en schminken en van alles nog wat, eigenlijk te veel. En ik denk niet dat ik ooit verander, want dat duurt bij mij nooit lang. We zijn hier vanavond bij elkaar voor een informatieavond voor eventuele nieuwe leden voor de Vereniging van Mensen Milieuvriendelijk Wonen in Almelo. Die vereniging wil heel graag een duurzaam project realiseren, een duurzaam woonproject realiseren in Almelo. Daarvoor hebben ze een aantal pijlers geformuleerd. Dat is de pijler duurzaam wonen en duurzaam bouwen en modern noaberschap. Modern noaberschap houdt eigenlijk in voor elkaar zorgen en met elkaar wonen, maar dan in een modern jasje. Dus vroeger dan had je dus eigenlijk dat je heel erg veel met elkaar deed en voor elkaar zorgde en zussen, broers, familie, vrienden, buren zorgden voor elkaar. Dat is in de huidige maatschappij soms wel een beetje ver te zoeken, veel individueler geworden. En wat mensen milieuvriendelijk wonen wil, is dat stukje dat gevoel weer een beetje terug te brengen in het concept wat ze gaan neerzetten, het woonconcept. Ja. En het woonconcept, wat trouwens Hof van Heden heet, daar kan eigenlijk iedereen komen wonen, jong en oud. Ook gezinnen met kinderen? Ja, met gezin met kinderen of alleenstaand. Die eigenlijk zo'n woonproject omarmen. Die daar geraakt door worden. Die denken, oh, op die manier zou ik heel graag willen leven en willen wonen. En die dus ook de pijlers duurzaam wonen, duurzaam bouwen en modern noaberschap ondersteunen. Duurzaamheid zit ook een beetje tussen de oren. Niks weggooien, alles hergebruiken als het kan. Elkaar helpen, wat kan je delen? Duurzaamheid is echt op delen. Ja. Zeg, kan je daar kopen of moet je huren? Dat kan beide. We hebben op dit moment de leden die we nu hebben in de vereniging. Daar zijn er een aantal die willen kopen. Er zijn er ook een aantal die willen huren. Dat maakt dat wij als vereniging nu aan het onderzoeken zijn of er ook mogelijkheden zijn voor die huurders, hoe we dat gaan financieren eigenlijk, hoe we dat gaan doen. Op dit moment hebben we als locatie het Indie-terrein in Almelo. En daar zijn we nu bezig met de ontwikkelaar en bouwer daar, dat is Terstegen. Zijn we nu in een intensief relatie eigenlijk om met elkaar het plan te realiseren. Ja. Nou, het project komt aan de waterrand, waar nu de watertoren staat. Wat ik me heb laten vertellen dat het eigenlijk de stoftoren heet. Maar ik denk dat iedereen die in Almelo en omstreken woont, dan wel weet waar ik het over heb. Dus het is eigenlijk de hotspot van Indië, want als je aankomt rijden naar het Indië-terrein, dan zie je die watertoren en daar wordt het project gerealiseerd. Dus het is echt een heel uniek plekje in Almelo.
Er was een avond in verband met de stad Almelo om te kijken hoe hij meer of zij meer fietsvriendelijk leefbaar zou kunnen worden. Is dat nu dan niet zo? Voor een deel is Almelo zeker een stad om goed in te kunnen fietsen. Maar voor een deel is het zo dat de fietser nog veel te weinig plek heeft in de stad Almelo. Wij streven dus na dat het veilig fietsen leven is in Almelo, in de wijken. Dat kinderen weer wat meer kunnen spelen op de straat en dat de auto's wat meer uit de stad uit de wijken teruggedrongen worden en dat de fietsers meer plek krijgen, zodat de stad leefbaarder wordt. Nou is de citypromenade, de grote straat, toch langzamerhand al fietsvriendelijk geworden, hè? Daar zijn we ook heel tevreden mee. Het is een proef voor een jaar. Het is nu zo'n drietal maanden bezig en ik volg het nauwlettend en ik heb gezien dat er dat het erg goed gaat eigenlijk in grote lijnen. Alleen de zaterdag vragen we ons af of dat nou wel een goede oplossing is om het winkelend publiek te mengen met fietsers. Dus dat is nog even de vraag. Zijn er nog oplossingen geboden of knelpunten aangeleverd? Er zijn behoorlijk knelpunten ook aangereikt. En daar gaan we ons verder, die heb ik genoteerd. En daar gaan we verder ons hoofd over buigen de komende tijd. Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Daar gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Ja, zeker mag het licht uit. Heel graag zelfs. Nederland is een van de lichtste landen ter wereld. Vanuit de ruimte kun je zien wat een enorme hoeveelheid kunstlicht door ons land geproduceerd wordt. Dat kan beter, dat kan gezonder, dat kan duurzamer. En het mooie voordeel daarvan, dan kunnen we eindelijk weer eens genieten van die pracht van de sterrenhemel. Dus ik zou zeggen, doe allemaal mee en ga naar nachtvandenacht.nl. Welkom bij Twente Breed, het programma van 1 Twente met het grote en kleine nieuws uit Twente. Het Media Art Flow Festival in Almelo zorgt steeds weer voor een spektakel in de binnenstad. Dit keer ook in een pop-up gallery met zowel fysieke kunst als kunst met lichtbeelden op muren en geluid. Ja. 2016. Wat is er nu anders dan andere jaren? Er zijn een paar onderdelen zijn echt anders. Dat is onder andere de Hofkeshuis Experience. Er wordt het wandschildering van de Hofkeshuis is hier nagebouwd. Eigenlijk voor de eerste keer in Almelo dat het openbaar zichtbaar is voor iedereen. Er zijn jonge kunstenaars dit jaar die allemaal werken met ruimtes die ze invullen. Minder op het beeld zetten, dus minder zelfstandige beelden maken, maar meer hele ruimtes vullen. En er is dit jaar de Nacht van de Korte Film mee. Nacht van de Korte Film is een collectief uit
Hengelo. En die brengen allemaal korte films. Talentvolle filmmakers uit Overijssel brengen ze hier aan de A. En we hebben een Helmoet Dick. Dat is een Amsterdamse kunstenaar. Oorsprong Duitsland komt hij vandaan. Die heeft een mooie verrassing gemaakt bij het Leeuwenpark. Expositie in het torentje. En volgende week is er ook nog weer een nieuwe expositie van het torentje. Eentje van John Reinders, een Ammeloze kunstenaar. En we hebben nu een paar aantal Ammeloze kunstenaars achter elkaar. We hebben nog Helene Langkamp, die komt ook nog een keer. Dus dat torentje loopt ook de hele tijd nog door met de exposities. De Enschedese woningmarkt loopt de laatste tijd als een trein. De verkopers hebben een handen vol om bezichtigingen te plannen met de mogelijke kopers. De huizen die het meest in de smaak vallen, zijn huizen waar niet meer aan verbouwd hoeft te worden. Ik begin maar met een van de mooiste dingen. En dat is een groot balkon. En kijk eens wat je hier ook een fantastische plek zit. Nou, we weten allemaal dat we net uit de crisis komen. Dat betekent dat de woonwensen van de mensen de afgelopen jaren wel veranderd zijn. Maar omdat het crisis was, gingen de mensen allemaal in een afwachtende houding. Op dit moment zegt de hele markt dat het een goed moment is om te kopen. Want iedereen weet dat de dip geweest is. Dus de huizenprijzen zijn weer aan het stijgen. Dat is één. Gecombineerd met het feit dat de afgelopen jaren de woonwensen van de mensen best veranderd zijn. Dat is twee. En dat weer gecombineerd met de lage rente. Dus je kunt nu bijvoorbeeld in een mooier huis wonen. Met een lagere maandlast. Dus het is het moment om zaken te doen. Ah, mooi. Zou het dan maar doen? Ik vind het goed. Ja? Ja. Zo gaat het ook. Ja, zo gaat het. De markt is overspannen. Ja. De markt is van onderaf aan weer in beweging gekomen. Maar eigenlijk zien we nu dat tot een ton of 4-5 het alweer heel makkelijk gaat. En wat je wel kunt merken is dat de zogenaamde gespreide bedjes, de huizen die redelijk klaar zijn, waar niet te veel aan hoeft te gebeuren, die zijn het makkelijkst te verkopen. Beckham bestaat 750 jaar en dus was het feest bij het wapen van Beckham. Een muzikaal feest ook voor alle Beckhamers en oud-Beckhamers. Mensen die op een of andere manier met Beckham verbonden zijn en uiteraard ook voor inwoners van omliggende plaatsen. Hopla! 750 jaar Beckham. Hoe is Beckham ooit ontstaan? Nou, Beckham bestaat waarschijnlijk al veel langer dan 750 jaar. Maar het is een historisch bewijs dat het in 1266 een transactie geweest is van een onroerend goed. En er is een akte van opgemaakt. En die akte is teruggevonden in een klooster in Burgsteinfurt. Daar hebben we te danken aan de stadsarchivaris van de gemeente Hengelo. Hij heeft ervoor gezorgd dat we die akte hebben gevonden. En die akte die was geschreven niet alleen in het Latijn, maar ook nog in een schrift wat eigenlijk heel weinig mensen nog kunnen lezen. Hij heeft ervoor gezorgd dat het vertaald is in een normaal leesbaar Latijn. En dat is door een stel gymnasiasten weer vertaald. In het Nederlands, dus het is voor iedereen leesbaar. Dus dat is voor ons het bewijs dat in 1266 Beckham al bestond. Ja, het was voor ons ook natuurlijk best een ding om over na te denken. Toen 750 jaar Beckham aan de orde kwam.
En toen kwamen we eigenlijk uit bij het punt mais en met name snijmais. Bekkum is het dorp waar het langst aan één stuk door snijmais geteeld is. Dat is al begonnen in het begin van de jaren 50 van de vorige eeuw. Dat is ook op andere plaatsen toen wel aan de orde geweest. Maar Bekkum is uniek erin dat het zich doorgezet heeft. Ik ben zelf boerenzoon, ik ben 64 jaar. En ik heb herinneringen als kind van 4 jaar dat mijn vader toen al snijmais teelde. Daarin is Bekkum uniek. Dus snijmais en Bekkum, dat hoort voor ons bij elkaar. Vandaar dat we ook deze festiviteit Corn County genoemd hebben. Ja, dat is natuurlijk een unieke gelegenheid, 750 jaar. Dat kunnen niet veel dorpen of steden zeggen in deze regio. En we hebben vorig jaar een groep mensen bij elkaar gescharreld. En we hebben een werkgroepje gestopt. En we zijn het hele jaar al elke maand iets aan het organiseren en aan het vieren. We zijn dit jaar begonnen met de Bier uit Bekkum in januari. Er zijn dagen geweest van het historisch archief. De school is actief geweest. Nou, we hebben dit weekend, vorig weekend een blaasiefestival gehad. Dit weekend, dat is 3 dagen lang, een meissymposium hebben we vrijdag gehad. Gisteren een hakselmiddag, wat heel druk bezocht was. En je hebt hier inmiddels al wel gezien. Onthulling van een nieuw maismonument door de Bekkumers gemaakt en betaald. En daar zoeken we nog een mooie plek voor. Nou, en vandaag hebben we dus voor jong en oud een heel afwisselend programma. Alles is gratis toegankelijk. Er zijn Formule 1 simulatoren, springkussen voor de kinderen. De bier staat lekker koud. De warme hap is ook goed geregeld dus, door de firma Boenders. Dus dat gaat helemaal goed komen. Waarom we 750 vieren? Ja, dat lijkt me een heel logisch gegeven. 750, dat is natuurlijk een fantastische mijlpaal. Dat is en zo'n feestje gaan we natuurlijk wel herhalen, maar niet bij 751, misschien bij 800. Maar jammer genoeg zal ik dat dan niet meer meemaken. Bij korfbalvereniging HKC in het Wilbert in Hengelo werd een Giga Kangaroedag georganiseerd. 13 basisscholen deden mee voor deze sportdag, dat bestemd was voor kleuters, waarbij ze kennis konden maken met korfbal. Wij trainen op het moment de kangaroetjes trainen wij op zaterdagochtend. En het is eigenlijk een algemeen begrip in heel Nederland, de Giga Kangaroedag. Omdat wij nieuwe leden eigenlijk wouden hebben en kinderen in beweging wouden krijgen, hebben we vorig jaar zijn we begonnen na de training om een vriendjes- en vriendinnetjesdag te organiseren. En dat sloeg zo goed aan dat we dachten, nou, we gaan het grootser aanpakken. Er zijn een aantal verenigingen in Nederland die dit ook georganiseerd hebben. En toen dachten we, daar gaan we ook mee beginnen met HKC. Dus we zijn gestart in december om het op poten te krijgen. En er zijn op dit moment maar liefst 604 kinderen die vandaag meedoen. We werken in 2 shiften vandaag, want het is groots aangepakt. En het kon natuurlijk niet allemaal in één ding tegelijk. Maar het is een groot succes. Hengelo Sport heeft er wel een hand in. We hebben 3 begeleiders daarin betrokken die hier komen. Het grootste gedeelte zijn 55 HKC-vrijwilligers die we hebben gepolst om mee te helpen, groepjes te begeleiden, kantinediensten te draaien. En er zijn 60 studenten van het ROC, van het Montessori, van de Grundel, die ons helpen bij het begeleiden van groepjes. Zodat we alles rondkrijgen. Het is eigenlijk om de kinderen in beweging te krijgen. Het is een nationale sportweek. Dus kinderen in beweging krijgen met een knipoog natuurlijk naar korfbal. En wij hopen natuurlijk dat er wat blijven hangen om bij ons te komen bij de korfbalvereniging. En dan toch misschien uiteindelijk toch te gaan korfballen. Aan het eind kregen de kinderen een goodiebag mee naar huis. Een spectaculair gezicht op vliegveld Twente. Daar ging een vliegtuig vol in de remmen op een ondergelopen landingsbaan. Deze test werd gedaan om de stroefheid van het asfalt te testen en om aquaplaning te simuleren. De test werd uitgevoerd door het Nationaal Luchtvaartcentrum. We zijn bezig met remproeven met onze testvliegtuig. En wat we hier simuleren zijn hevige regenbuien, waardoor er hele grote plassen water op de baan staan. En we willen kijken hoe het vliegtuig zich onder die omstandigheden gedraagt. We zijn al een jaar bezig met voorbereiden van deze test. Deze test, om heel veel water op de baan te krijgen, moeten we een speciale bak maken van rubberen strips. Die bak wordt gevuld met heel veel water. We hebben er net 35.000 liter water ingestopt.
tot een niveau van ongeveer 15 mm. Als dat klaar is, dan gaat het vliegtuig met een bepaalde snelheid erin en remt. En zo gaan we de hele dag door tot een steeds hogere snelheid. Nou, dat water wordt in een speciale bak die op de baan ligt gegoten. En om te zorgen dat het niet wegstroomt, hebben we rubberen dijkjes gemaakt, een flexibel rubber. Zoals het vliegtuig erin rijdt, dat hij niet over een hobbel gaat. Het rubber dat klapt om en klapt dan weer terug. En dan blijft het water in die bak staan als het goed is. En dit is een programma ter verbetering van de vliegveiligheid. En we willen inzicht krijgen in die effecten bij hoge snelheid om regelgeving te verbeteren. Nou, dit vliegtuig is speciaal geïnstrumenteerd. Dus het is niet een normaal vliegtuig wat normaal rondvliegt. Dus er zitten heel veel speciale instrumenten in het vliegtuig die heel nauwkeurig bepaalde dingen registreren, zoals snelheid, een versnelling, de motor, etc. Deze luchthaven is ideaal geschikt voor dit soort testen en vliegproeven in het algemeen, omdat het is relatief rustig. We kunnen de hele baan voor onszelf hebben zonder dat er ander verkeer is. Het is een hele lange baan, een hele brede baan met een hele brede strip hier al. Dat is ook goed voor de veiligheid van deze proeven, dus ja, het is eigenlijk ideaal. We plannen een test met een Airbus vliegtuig en dan gaan we eigenlijk dezelfde proeven doen. En dat vliegtuig is ietsje groter en heeft wat hogere snelheden ook. En andere wielen. En daar willen we ook die testen mee gaan doen. Internationaal nobelschap. Bonne gaf er een nieuwe invulling aan tijdens het Cultuur- en Kookmarkt en het Sonnebloem Benefietconcert in het Cultuurhuis op 18 september. Een unieke combinatie van Hollandse smartlappen met internationale kunst en cultuur. Jullie klaar vullen willen. Ik denk inmiddels een bekend vrouwenkoor in Bonn. Het bestaat er ruim 10 jaar. En heeft zo'n 33 leden, staat er op de website, maar misschien vindt er inmiddels al wel meer. Ze hebben een heel breed repertoire van oude en nieuwe smartlappen, levensliedjes en andere meezingers. Dus er mag ook volgens mij meegezongen worden, heel graag zelfs. En het koor staat onder leiding van Marianne Post. Een hartelijk applaus voor Fanny Willem.
was Twente Breed voor deze week. Elke werkdag vanaf 7 uur in de ochtend kunt u luisteren naar 1 Twente Radio. Dat kan via je eigen lokale omroep. Op 1 Twente Radio hoor je ieder uur de leukste muziek. En uiteraard het laatste nieuws uit Twente en uit je eigen gemeente. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.